Dag allemaal, welkom bij BMW De Maas, een echt de BMW M-specialist van Nederland. En vandaag gaan we lekker cabrio rijden op deze prachtige winterdag. Het is koud, het is nat, ideale weer voor de nieuwe BMW M4 cabrio, code G83. Klinkt misschien een beetje raar, maar er zit echt een punt van waarheid in wat ik zeg. Want deze BMW M4 Cabrio heeft een unieke feature en dat is het feit dat hij standaard vierwiel aangedreven is. En dat betekent dat je hem echt het hele jaar door kunt rijden. We hebben hem zelfs op sportieve Michelin winterbanden staan. Met natuurlijk een behoorlijk formaat velg. Want daarachter hebben we de keramische remmen. Deze 19-inch set past net. Je ziet dat de remklauw echt lekker strak tegen de binnenkant van de velgraan zit. En ook hierachter hebben we 19-inch waar je normaal gesproken bij de zomerset 20-inch achter hebt en 19 voor. Dus dat verandert de rij-eigenschappen van de auto wel een beetje. Net als de band zelf natuurlijk. Geeft net wat meer vaagheid door het stuur. Maar we hebben dus vierwielaandrijving. Een noviteit op de M3 M4. En echt wel het grote nieuws van vandaag. En het dak kan eraf. En deze keer hebben we een stoffen dak. Je weet wellicht dat bij de G83, de voorganger, hadden we een stalen vouwdak. Die is nu vervangen voor een stoffen kap. Die heel veel laag heeft, heel goed geïsoleerd is. Waardoor je, als je er dicht mee rijdt, niet het gevoel hebt dat je met een cabrio rijdt. Geen windgeluid of iets dergelijks. Maar het ziet er gewoon even net wat aangenamer uit als de kap dicht is. In plaats van dat harde stalen klapdak. En hieronder hebben we natuurlijk de S58 motor, 510 pk, 650 Nm. We hebben nu vierwielaandrijving en dat betekent dat we in 3,7 seconden naar de 100 gaan. De cabrio is natuurlijk wat zwaarder. En dat betekent dat als je een M4 coupé zou hebben met X-Drive, dat hij het in 3,5 doet. Geruchten gaan dat hij nog een beetje sneller is dan dat. En de geruchten hebben gelijk. Maar dan moet je maar eens even wat metingen op internet opzoeken. We starten hem en we gaan meteen voor M1. En we gaan voor het setup menu. En hier zie je dat we iets extra's in te stellen hebben ten opzichte van een andere M3 of M4. Namelijk het MX Drive systeem. We kunnen kiezen tussen 4WD, 4WD Sport en 2WD. 4WD is en eigenlijk zo'n vierkant mogelijke vierwielaandrijving. Dus een beetje 25, 25, 25, 25. 4WD Sport is 20 voor, 80 achter. Dus het karakter van een achterwiel aangedreven auto. Maar de veiligheid en de tractie van een vierwiel aangedreven auto. En 2WD mode is, als je even de hooligan eruit wil hangen. Net als bij een normale M3, M4. Maar in deze omstandigheden, het is buiten 9 graden. Het is hartstikke nat. Dus kiezen wij voor 4WD Sport. En er zijn nu onwijs veel versies van de M3 M4. Wat mij betreft hoe meer hoe beter. We hebben natuurlijk de handbak, de instapversie met 480 pk. We hebben de Competition, 510 pk. En dan krijg je de achttrapsautomaat. We hebben de Competition X-Drive. 510 pk met de vierwielaandrijving. En we hebben natuurlijk deze cabrio versie. Dus echt heel veel verschillende versies. En bijzonder is eigenlijk dat de vierwielaandrijving, het heeft natuurlijk ook zijn nadelen. Namelijk gewicht. Normaal is een vierwielaandrijvingssysteem heel zwaar. Maar dit MX Drive systeem is maar 50 kilo zwaarder dan een niet X Drive. Wat echt mijn verbazing schept. Dat is echt waanzinnig licht. Nou, hoe rijdt dat dan? We hebben koude banden.
En toch ga ik even vol gas wegtrekken. Zo met trackscroll helemaal uit overigens. Zou ik dit met een normale M4 doen? Nou, dan zou ik waarschijnlijk hier in de sloot eindigen. Als ik dit helemaal vol gas zou doen. Maar met deze... volledige tractie! Ongelooflijk! Echt ongelooflijk! Ik kan niet geloven hoe die het vermogen kwijtraakt. We kennen het systeem natuurlijk al van de M5, van de M8. Maar het blijft verbazingwekkend hoe dit vierwielaandrijvingssysteem eigenlijk alles kan. Want ja, je kunt dus die vooras uitschakelen en als een meer traditionele M rijden met alleen achterwielaandrijving. Maar ja, je hebt ook het comfort, de snelheid, de tractie van een vierwielaandrijvingssysteem. En in veel landen waar M-modellen verkocht worden, ja, is het niet altijd goed weer. Zoals in Nederland. En dan is een vierwielaandrijvingssysteem toch wel erg lekker. Wij hebben overigens een trackpack. Wat betekent dat we de carbon stoelen hebben. De carbon remmen. Carbon interieur. M-drivers pack. Met 290 km per uur topsnelheid. Maar dat betekent deze carbon stoelen... dat we niet de cabrio stoelen hebben. De cabrio M4 heeft namelijk een unieke stoel met een airscarf. Zodat je lekker warme lucht in je nek krijgt tijdens het open winter cabrio rijden. Of in de zomer als jij dat lekker vindt. Maar dat is dus wel even iets om in acht te nemen als je een cabrio bestelt. Of je nou voor deze stoelen moet gaan of dat je de wat meer comfortabele cabrio stoelen neemt. Deze carbon stoelen zijn natuurlijk wel fantastisch wat betreft zitpositie, zijdelingse steun en gewicht. Want de stoel is gewoon een heel stuk lichter. Volgens mij 25 kilo voor de twee stoelen samen. Wat je misschien ook is opgevallen als je al wat meer M3, M4 video's hebt gezien, is dat die best wel luid is van binnen. En dat is omdat deze de nieuwe update heeft gehad. Die update krijgen alle M3 en M4's. En dat betekent dat de uitlaatklep zich iets anders gedraagt. En dat het interieurgeluid wat versterkt is. Met name bij opschakelen hoor je de uitlaat eigenlijk versterkt door het systeem hier binnen. Maar op zeer overtuigende wijze. Je hoort echt een harde, donkere klap achter je. En het is echt een waanzinnig geluid. Dus wat dat betreft echt een toevoeging qua rijbeleving. En ja, deze auto draait maar om één ding. Met die X-Drive kunnen we gewoon in de eerste versnelling launch control gebruiken. En dat kan niet met de niet-X-Drive. Die doet het in de tweede versnelling. Beetje wielspet. Ja, dat is dan toch net iets te veel vermogen in deze omstandigheden voor die winterbandjes. Maar ja, je voelt hoe die assen zich als het ware opladen. Het is echt fantastisch. En hoe die het dan allemaal in één keer loslaat. Het is echt waanzinnig. Bedankt voor het kijken. Dit was even een korte rijimpressie met de nieuwe M4 Cabrio. Ben jij nou geïnteresseerd in een BMW? Kom even bij ons langs bij BMW De Maassen in Echt. Hey, bedankt voor het kijken.